Mijn naam is Edwin Vinken, ik ben van restaurant Kromme Watergang uit Slijkplaat. Slijkplaat is een klein gehuchtje wat West-Vlaanderen ligt, vlakbij Sluis, vlakbij de Belgische grens. Ik ga voor u een gerechtje maken met eendlever en bloedworst. Wat gaan we gebruiken? Ik heb een mooie Zeeuwse bloedworst meegenomen van de slager bij ons. Wordt allemaal ambachtelijk gemaakt. Ik heb meegenomen rode bietjes die ik alvast in plakjes heb gesneden. Die gaan we straks gebruiken voor in het gerecht. Ik heb meegenomen truffel aardappeltjes. Dat is een aardappeltje wat dan paars is van binnen. Dat is een paars aardappeltje. En die gaan we straks samen, ik heb die gefrituurd om het gerechtje mee af te werken. Dan hebben we van Koppertkres hebben de orchideeën meegenomen. Mooie paarse orchideeën. Prachtig leuk om mee te combineren en van de kleur ook natuurlijk. Ik heb een beetje verse seps meegenomen. En daar gaan we mee beginnen. Die seps die moet een klein beetje geborsteld worden. Ik heb daar een kwastje voor. Dan gaan we die bloedworst een mooie plakje snijden. Dan gaan we even het velletje verwijderen. Dus voorzichtig lossnijden. En dan gebruik ik een klein beetje van de Valderrama Hoy Blanca. Een prachtige olie om in te bakken. En als we dat niet doen, dan verbrandt de boter heel erg snel. En dat moet je eigenlijk zien te voorkomen. We laten die boter en die olie even lekker warm worden. En dan gaan we dat even om en om. Aanbakken. En wat hebben we dan gemaakt? Ik heb een royale gemaakt van eendlever. Dus we hebben eendlever opgedraaid met kippenbouillon. Die hebben we op smaak gebracht met een klein beetje cognac en een beetje peper en zout. En die hebben we ingevroren. En dan krijg je mooie eendleverbolletjes. En die eendleverbolletjes die ga ik rollen door een poeder van rode bietjes. Dus ik heb rode bietjes heb ik gedroogd. En dan rollen we die bolletjes rollen we daardoor. En dan krijg je een mooi bolletje met eendlever. Met een klein beetje paddenstoeltjes erbij. Dan heb ik een krokant koekje gemaakt van hazelnootjes. En die ga ik daar eerst opbrengen. Het staat allemaal op receptuur, dus je kunt het allemaal terugvinden. Dan leggen we een plakje van de rode bieten op. Dan heb ik een klein beetje poeder gemaakt van hazelnootjes. Die gaan we er ook rondbrengen, dus ik heb gewoon hazelnootjes aangebakken. En die heb ik dan even fijn gemalen in de keukenmachine. Dit zijn die aardappeltjes. Die truffel aardappeltjes. Ik heb die gefrituurd op 120 graden. Mocht dat niet te warm doen, dan worden ze bruin. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Iets vergeten. Ik heb een klein beetje een coulis gemaakt van de rode bietjes. Die heb ik fijn gemalen met een klein beetje olijfolie van Valderrama. En die doen we er eerst op. Want anders rolt het bolletje er gelijk weer terug af. Dan maken we dat geheel af. Met een mooie orchidee. Van Koppertkres. Voilà. En dan is het gerechtje klaar. Alsjeblieft.